Universiteit van Nederland. Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Heb jij zojuist 7 euro afgetikt voor een haverlatte cappuccino? Voor anderen is dit een dagbudget. Met 50 euro in de week heb je zoiets van, dan moet je toch gaan denken van, wat doe ik? En wetenschappers die armoede onderzoeken lijken weinig te snappen van de problemen die er spelen. Wetenschappers zijn over het algemeen academisch opgeleid. Ze ervaren over het algemeen geen armoede. Hun belevingswereld staat dan vrij ver af van de mensen die wel armoede ervaren. Daarom is in Limburg een uniek onderzoek gestart, waarbij wetenschappers samenwerken met mensen die dagelijks geldzorgen ervaren. Onderzoeker of wetenschapper en onderzoeksdeelnemer zijn dan eigenlijk veel meer collega's van elkaar. Dit is een initiatief van gezondheidswetenschapper Latifa Abidi en haar collega's van Maastricht University. Latifa doet niet alleen onderzoek naar armoede, ze is zelf opgegroeid in armoede. We waren met z'n zessen thuis, mijn ouders en 4 kinderen. Als je dan ook nog echt op de centjes moet letten, is dat natuurlijk gewoon lastig. We beginnen met Latifa bij de theorie. Want waarom zijn sommige mensen arm en anderen niet? Om dat te begrijpen pakken we het idee van de 7 vinkjes naar succes erbij. Misschien ken je ze. Zijn je ouders hoog opgeleid en opgegroeid in Nederland? Ben jij wit, hetero, man en universitair opgeleid? Nou, dan heb je de geboorteloterij gewonnen. Maar je kan de geboorteloterij dus ook verliezen. Geen 7 vinkjes, maar laten we ze de 7 vonkjes noemen. Die je afvikken. Denk aan weinig geld, een ouder die niet in Nederland geboren is, een ouder zonder diploma of allebei ouders zonder diploma, het ervaren van fysieke of mentale problemen, geen duurzame sociale relaties, bijvoorbeeld je ouders die gescheiden zijn, verslaving of geweld in je omgeving, in je directe omgeving, zoals bijvoorbeeld thuis. Ja, en als laatste ook nog de ongelijkheid die je ervaart in de maatschappij. Je hebt het gevoel dat je misschien minder bent. Dat maakt het wel heel lastig. Ja. Heb jij 1, 2, 3 of misschien wel alle 7 vonkjes? Dan hangt er naast kopzorgen over de boodschappen nog een groter probleem boven je hoofd. We weten dat mensen die armoede ervaren 6 jaar korter leven dan mensen die dat niet ervaren. Daarnaast leven ze gemiddeld genomen 15 jaar korter in goede gezondheid. En we weten ook dat het vaak wordt overgedragen van ouder op kind. Armoede lijkt dus erfelijk. Volgens Latifa komt dat door de kortzichtige aanpak van armoede in Nederland. Er wordt vaak gezegd, ga gezonder eten of ga meer bewegen. En zo simpel is het helemaal niet. Er zijn allerlei achterliggende structurelere problemen die het gewoon heel moeilijk maken. Daar wordt dan eigenlijk geen rekening mee gehouden als je je met name richt op alleen gezonder eten of meer bewegen. En misschien denk jij nu, armoede in Nederland, dat bestaat toch helemaal niet? Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land. Maar het Sociaal Cultureel Planbureau waarschuwt dat we in Nederland richting 1 miljoen mensen in armoede gaan. En Stichting Nibud, de nationale vinger aan de pols als het gaat om portemonneezaken, waarschuwde dat afgelopen jaar 1 op de 10 huishoudens een voorschot op het salaris heeft aangevraagd. Dat was een paar jaar terug nog 1 op de 25. We gaan met Latifa op bezoek bij Chantal. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ze woont in Pottenberg, een wijk in Maastricht waar veel kinderen opgroeien in armoede. En ook Chantal is ervaringsdeskundige als het gaat om geldzorgen. Ja, in het begin werkte ik 44 uur per week. En dan word je zelf ziek. En dan krijg je in plaats van 44 uur, krijg je in 1 keer maar 20 uur. Ja, en dan kom je echt wel even in een diep gat. En ja, dan moet je op een gegeven moment zien uit te komen. Chantal is niet alleen de doelgroep van Latifa's onderzoek. Ze geeft ook advies aan de wetenschappers. Ik hoop gewoon iets kunnen bij te dragen. En ook de tips ontvangen van anderen. Dat is, voor mij heeft dat op zich toch wel geholpen. Van je kunt het ook zo doen of je kunt het zo doen. We richten de bijeenkomsten zo in dat het voor de wetenschappers gewoon waardevolle, fijne input is die we kunnen meenemen in het onderzoek. Maar ook voor de adviesgroepleden is het gewoon heel fijn dat zij ook informatie krijgen waar zij weer verder mee kunnen. Dus dat we ook luisteren naar de behoeften van de mensen die daar zijn. Ja, en serieus genomen wordt. En serieus genomen, ja.
En deze manier van onderzoek doen, samen met de doelgroep, is vernieuwend. Lativa's doel? Beter inzicht en een succesvollere oplossing van armoede. Wil je aan armoede ontsnappen? Dan moet je die 7 vonkjes aanpakken. De eerste is vrij logisch. Nou ja, je hebt gewoon geld nodig, financieel kapitaal. Maar daarnaast heb je ook sociaal kapitaal nodig. Dat gaat dan over het sociale netwerk wat je hebt. Allerlei ongeschreven regels over normen en waarden. Dus dat valt eigenlijk allemaal onder het sociaal kapitaal. En daarnaast weten we ook dat gezondheidsgedrag, hè, dat als je ouders bijvoorbeeld roken, dan is ook de kans groter dat je bijvoorbeeld ook gaat roken. Dat je later ook bijvoorbeeld lichamelijke klachten gaat krijgen daardoor. En dat is dan weer een van de 7 vonkjes die het moeilijker maakt om uit de armoede te komen. En niet alleen slechte gewoontes kunnen je ziek maken. Armoede maakt ziek. Fibromyalgie, artrose, slijmbeursontstekingen bij de heupen, depressies, ja, noem maar op. En ja, vooral het kopzorgen maken van, ja, hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik het zo doen? Ja, dadelijk is mijn dochter jarig. Ja, shit, ik kan er niks extra's geven. Ja, dan maak ik me ook druk over. Nou ja, als je chronische stress ervaart, dan verhoogt dat de kans op allerlei ziektes. Ja, financiële zorgen maken dus eigenlijk letterlijk ziek. Geldzorgen hebben, een klein sociaal netwerk, ziekte. Met elk vonkje kom je op 1, 2, 3, 4, 5, 0 achterstand op de maatschappelijke ladder. En dan kan je omgeving je nog verder op achterstand brengen. Als je ouders bijvoorbeeld lager zijn opgeleid, kan het zomaar zijn dat je een lager schooladvies bijvoorbeeld krijgt dan iemand die ouders heeft die wel gewoon veel geld hebben en hoger zijn opgeleid. Ja, dat heeft effect op de kansen die je krijgt aangeboden. Goed, de kennis is er. We weten hoe mensen in armoede terechtkomen. Hoezo lukt het wetenschappers en beleidsmakers dan niet om deze groep uit de armoede te trekken? Ik krijg vaak ook de vraag van hoe kunnen we deze doelgroep nou bereiken? En dat laat eigenlijk zien dat die leefwerelden vrij gescheiden zijn. Zit je in de problemen, dan komt een wetenschapper je onderzoeken in plaats van je te helpen. Ja, dat laat eigenlijk zien dat er een mismatch is tussen de belevingswereld van de wetenschapper en de belevingswereld van de mensen die de armoede ervaren. En dat is heel jammer. En de kloof tussen deze 2 werelden wordt soms pijnlijk duidelijk. Ik heb een hele tijd gelopen bij Zuiderland. En dan krijg je daar zo'n man en die zegt op een gegeven moment tegen me, ja, dan ga je toch in de zomer lekker terrasje pakken en dan ga je daar zitten en dan ga je naar de mensen kijken. En daarom had ik echt zoiets van, jullie weten helemaal niet wat wij doorgaan en waar wij mee zitten en over piekeren en weet ik wat allemaal. Met haar unieke onderzoeksaanpak probeert Lativa een brug te slaan tussen mensen met en zonder geld. En dat betekent dat wij als onderzoeker ook wat vertellen over onze eigen ervaringen. Maar dat onze onderzoeksdeelnemers ook co-onderzoeker kunnen zijn. En Lativa deelt met de deelnemers ook haar eigen ervaring met armoede. Mijn ouders zijn in 1977 naar Nederland toegekomen uit Tunesië. En wij hadden het toen moeilijk financieel. We moesten altijd zuinig zijn, het water mocht niet te lang aan. Maar ook in de winter inderdaad, de verwarming kan niet te hoog. Daar moesten we wel altijd op letten. Nou ja, omdat anders de rekeningen gewoon te hoog werden. En ook verderop in haar leven moest ze zuinig blijven doen. Ik kon bijvoorbeeld geen studieboeken kopen. Dus ik ging gewoon de bieb in en toen ging ik gewoon handmatig de studieboeken. Soms waren dat echt dikke boeken. Die ging ik dan handmatig kopiëren. En als ik dan klaar was met het kopiëren, ja, dan had ik er maar 15 euro of 20 euro of zo voor betaald in plaats van 80 of 100 euro. Dus dat soort dingen, dat heb ik veel gedaan en mijn zus ook. Het delen van dit soort verhalen onderling geeft behalve herkenning ook een schat aan waardevolle onderzoeksinformatie. Dat zijn eigenlijk de verhalen achter de cijfertjes. Wij denken dat dat ons ook meer inzicht geeft in wat er daadwerkelijk speelt bij de mensen. Want waarom geldt voor sommigen eens arm, altijd arm? Ja, we hebben ook al de eindjes moeten vastknopen vroeger. Dat was gewoon zo. En lukte het Lativa om met die 4-0 achterstand op de maatschappelijke ladder toch uit die armoede te klimmen? Ja, dat is dus iets wat we aan het onderzoeken zijn. Hè? Waar ligt dat nou aan? Hoe kun je er nou voor zorgen dat dat doorbroken wordt?
Nou ja, ik denk dus dat ik zelf wel wat geluk heb gehad ook wel. Dat dat ook wel echt een rol heeft gespeeld. Maar nou ja, we hebben op dit moment nog niet de resultaten van dat onderzoek. En volgend jaar hopen we daar meer over te kunnen vertellen. Latifa en Chantal, succes met het co-onderzoekschap. En dank dat jullie je verhaal met ons wilden delen. Miljonair word ik nog. Maar het is wel fijn als je dan iets minder zorgen hoeft te maken per week om te kijken van wat krijg ik. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.